Goedemorgen, luisteraars van 538. Weer weer een nieuwe mop van Ari uit Amsterdam. Ah. Er is een stel en die vraag zegt: ik vind ons seksleven een beetje saai worden. Kunnen we dat niet anders doen? Ja. Een keertje wat spannend, zegt hij, maar dat wil je dan. Nou, dan zegt ze, dit is bij de brandweer. En ja, even wat spannender gewoon. Hij zegt, ja, wat moet ik dan? Moet ik op een ladder gaan staan? Nee, zit die vrouw, dan doen we het met codes. Ja, wat zit er met code? Daar zit hij. Dan roep ik code 1, dan ren je naar de slaapkamer. Code 2, dan kleed je gaat. En code 3, dan duik ik bovenop je. Oh. Maar zit je liever, als ja, dat wil, dan doen we dat toch? Nou, dan gaan we een paar dagen overheen en ze zitten gezellig. En die man die roept dan een keer code 1. En ze ringt naar de slaapkamer toe. Hij roept code 2, ze kleed eraan gaat. Code 3 en dan duik er bovenop. Begint die vrouw aan te schreeuwen. Code 4, code 4. Zit die mens, wat is in godsnaam code 4? Zegt ze, meer slang, meer slang. Brammetje komt thuis van school en zijn vader vraagt: en hoe was het, Bram, op school? Nou, zit je pap, eigenlijk heel leuk, we hadden vandaag seksuele voorlichting. Oh, zit zijn vader, en hoe voel je dat? Nou, zit je spannend. Hij zei: die juffrouw die ging graag helemaal uitkleden. Wij moesten ons allemaal helemaal uitkleden. Toen heeft ze alles uitgelegd hoe dat allemaal werkt. Hij zegt: en wat denk je, pap? Ik heb de grootste piemel van de klas. Hij zei: ja, zegt zijn vader, dat is niet zo moeilijk, want je bent op 4 blijven zitten. Ze zitten in deze dochter en de herdershond bij de dierenarts. Zit hij deze dochter tegen die herdershond? Hij zegt: ben jij nou zo'n flinke hond? Moet je kijken hoe je erbij zit? Ben je nou zo bang voor de dokter? Nee, ziet hij, zegt hij, word ik afgemaakt. Zegt hij: oh, wat erg, dat wist ik niet. Hij zegt: wat heb je gedaan dan? Hij zegt: nou, zal ik je vertellen. Hij zegt: we lopen in het park met mijn baasje. Loopt er zo'n klein klootoontje, die loopt met de kiffer en die wordt het helemaal zat. Dus ik pak hem even in zijn nek, ik schud 2 keer, dat hij stil is. Wat denk je, breek ik zijn nek. Ja, nou word ik afgemaakt. Zegt hij tegen die deze dochter, hij zegt: waarvoor ben jij hier dan? Hij zegt: nou, zo wat, zal ik je vertellen. Als ik thuis lig ik te slapen, word ik wakker van gestommel in de badkamer. Ik schok die trap op, doe met mijn snuit die deur open. Staat mijn bassinetje poedelnaakt voor over het bad schoon te maken. Hij zegt: ja, zeg, ik zie dat de kaak er tegenaan, als ik kom niet in, maar heb ik een gepakt waar ik hem pakken kan. Zegt die herdershond: word je ook afgemaakt? Zegt hij: nee, ik moet mijn nagels laten knippen. Er is een stelletje, die zijn 25 jaar samen. En die man die heeft gezegd van: ah, weet je wat, gaan we lekker een weekendje naar Parijs toe. Dus die gaan met z'n tweeën naar Parijs. Nou, en die gaan alles bekijken en doen. En die man die heeft een heel leuk restaurantje. En die gaat er met zijn vrouw, gaan ze daar naartoe. En ze staan voor de deur. Oh, ze zo lieverd, wat is dat fantastisch. Dat je dit hebt gevonden, wat ben je toch romantisch, hè? Ja, zegt hij, weet je het nog, lieverd? Ja, zegt hij, hier zijn we elkaar tegengekomen. Hij zegt: wat leuk, hè, lieverd. Nou, die gaan naar binnen toe. Die gaan naar tafel. En die beginnen aan het voorgerecht. Zeg ze: weet je wat ik nou zo mooi vind? Na die 25 jaar in hetzelfde restaurantje, ik krijg hetzelfde warme gevoel als 25 jaar geleden. Dan zit die vier keer al vinden, gek, hangt met je tiet in de soep.